Hallo, dat is lang geleden. Dit is even een nieuwe vlog. Ik heb namelijk een nieuwe camera, de Nikon Z30. En hij heeft zo'n mooie kwaliteit en hij is zo handig met vloggen. Er zit echt een hele vlogkit bij met zo'n statief en noem maar op. En ik dacht, weet je wat, ik heb deze week een superleuke week. Dus ik ga een weekvlog maken en ik ga jou meenemen. En vandaag beginnen we met een indoor skydive event voor de release van de nieuwe Zelda game. Let's go! Ik ben aangekomen in Utrecht bij Indoor Skydive gebouw. Misschien heb je dit wel eens zien. Oh, je kunt het niet zien. De banners staan al klaar van Nintendo. En misschien heb je het wel eens vanaf de ding gezien. Vanaf, hoe heet dat? De snelweg. Want dan zie je altijd zo indoor skydive, maar je kunt niet zien. Het is heel hoog. Ik had niet het idee dat we heel hoog moesten skydiven. Dat vind ik wel een beetje eng eigenlijk. Nou ja, ik ga naar binnen. We zijn aangekomen. Zo, dat was echt mega vet. Dat was echt zo vet. Wist wel van tevoren, ik had er heel veel zin in. En ja, het ging me ook wel goed af. Het was echt leuk, ik had er echt zin in. En het was echt zo leuk. Ik heb echt genoten. Ik heb een oorkonde zelfs gekregen. Ja, dat krijgt iedereen die het meedoet. En daarmee kan je, als je de volgende keer... Dan kun je zeggen dat je het alles gedaan hebt. En dan mag je misschien nieuwe dingen proberen. Dus dat is wel heel leuk. Nu ben ik op de terugweg naar huis. En ik kwam langs Nikki's werk. En ik dacht, misschien is dat wel leuk om een keer te laten zien in de vlog. Want ik ben echt best wel trots op Nikki. En Luno natuurlijk, want ze doen het samen. Ze hebben echt zo'n vet pand. En ik dacht, ik laat het eens in de vlog zien wat Nikki precies doet. Want we krijgen ook wel eens de vraag van jullie. Nikki is natuurlijk mijn man. En die... heeft een personal training studio. Nou, je gaat het nu zien hoe het eruit ziet. Dus let's go. Het is inmiddels donderdag
En vandaag ga ik weer op pad voor mijn werk als streamer. We gaan namelijk naar Purmerend. Daar is een Xbox Game Night. En ik heb daar echt mega veel zin in. En er komen echt allemaal leuke mensen. Dus ja, ik dacht, dit moet ik ook weer vloggen. Dus daarom deze week met al die vlogs. Ik heb natuurlijk dinsdag naar een creatieve brainstorm sessie geweest. Wat heel leuk was, kon ik natuurlijk niet vloggen. Want dat is allemaal classified information wat besproken wordt. Gisteren heb ik ook nog een leuke meeting gehad met een nieuwe klant. Heel leuk, daar gaan jullie ook veel meer van zien op Twitch. En nu dus weer een dag en weer een leuk iets. Dus het houdt niet op deze week. Laten we gaan. Oké, we gaan eventjes altijd onderweg stoppen voor mijn verslaving. Het is een dure verslaving eigenlijk. Maar goed, het breekt altijd wel lekker even de reis. Dus vandaar dat ik het er toch in hou. En ik dacht, ik vlog het ook meteen eventjes. Want dan ben ik niet de hele tijd in mijn auto. Wel bij mijn auto. We zitten weer. Tas naar binnen halen. Oei. Ik bedenk nu, er ligt hier een kluis op de achterbank. Die had Nicky voor het festival geregeld. Is dat heel handig om daarmee op pad te gaan? Denk het niet. Dadelijk denken mensen dat er iets te halen valt in mijn auto. Hij is leeg, maar dat weet je niet als je er buiten staat. Dat is niet zo slim. Het lijkt net of hij ingezoomd is. Ah, dat is hij ook. Ik moet zo naar de lens draaien. Oké, ik ben aangekomen. Ik heb de auto geparkeerd. Ik zit me even mentaal voor te bereiden. Ik ben al een beetje gaar van het rijden. Ik voel het best wel eind. Ik kan me voorstellen dat ik hier niet zo snel nog een keer heen ga. Het is in de H2O. H2O. H2.0. In Purmerend. Xbox Game Night. Ik vind het altijd mega awkward om te streamen. Te vloggen. Dus ik ga kijken wat ik kan filmen vanavond. Zonder mezelf mega awkward te voelen. Jullie gaan het zien. Ik ga nu naar binnen. Let's go. Oh, sorry. Red Bull boertje. Daar zitten we weer in de auto. Het was heel gezellig. En ik ben nu helemaal op. En ik moet nog naar huis rijden. Dus ik hoop dat ik mezelf een beetje wakker kan houden. Mijn telefoon heeft 5% batterij. Dus ik hoop dat ik überhaupt de weg terugvind. Maar het gaat wel goed komen. Oh, lampjes uit. Dat is het teken dat ik moet stoppen. Dat ik de stream moet afsluiten. De vlog moet afsluiten. Ik doe wel even het raampje open. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken weer. Een keertje een vlog. Superleuk. Thanks voor het kijken. Een hele fijne week verder gewenst. Ik hoop dat je het leuk vond. Laat een leuke comment achter. Als je genoten hebt. En dan spreek ik jullie in de volgende video. Doei!